De meeste problemen bij het eten van vreemde voorwerpen zien we natuurlijk bij pups. Pups die willen graag spelen met dingen, willen graag dingen nog beleven door het in de bek te nemen. En dan ja, wordt er wel eens wat pronkelijk doorgeslikt wat eigenlijk niet had gemoeten. Een hond vindt eigenlijk alles leuk om mee te spelen, maar ze vinden het helemaal leuk als er een geurtje aan zit. Een oude sok bijvoorbeeld, hè Panda, dat vind jij ook wel leuk. Of een ct-prikker waar een kip aan heeft gezeten, nou dat willen ze graag in de bek nemen. Dus vaak dingen waar een luchtje aan zit. Nou, waar je nog meer aan kunt dekken is dit soort ronde voorwerpen die in eerste instantie niet gevaarlijk lijken. Maar een knikker of een walnoot of een kastanje. Ik heb ze al meegemaakt dat ze vast zaten in de darm, dat we hond om die reden moesten opereren. Als je gezien hebt dat je hond een voorwerp heeft gegeten wat eigenlijk niet had gemoeten, dan hou je hem de komende dagen even in de gaten. En als je merkt dat hij gaat braken, dan neem je gelijk contact op met je dierenarts. De ergste gevallen zijn eigenlijk de gevallen waarin de hond ontlasting gaat braken, want dan zit hij al echt verstopt. En dan moet je acuut contact opnemen met de dierenarts. Je kunt dit voorkomen bij de jonge hond vanaf het begin af aan te leren ruilen. Dus de hond die pakt iets wat je denkt, oeh, dat moet even niet, dan ga je dat voorwerp ga je ruilen tegen een koekje. Daar moet je als pup echt mee beginnen. Als je dat goed oppakt en je oefent dat ook een beetje met bepaalde voorwerpen, dan zul je zien dat die hond het voorwerp wat hij gepakt heeft laat vallen in ruil voor een koekje. Ga niet proberen dat uit zijn bek te halen, want dan zal de hond denken, ik moet het snel doorslikken, want het wordt me afgepakt en dan gaat het juist mis. Dus niet afpakken, vooral niet afpakken.